Ja, een hele goede middag alweer. Ja, het is nu al half twee geweest. Roderick die belt mij nu. Maar ik ben dus nu lekker aan het lopen met de hondjes. Het is vandaag 8 augustus 2019. En wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Want vandaag gaan Ro en ik naar het mooie Wassenaar en naar Duinrel. Ja, en zoals ik jullie al had verteld en bij de intro gaan wij dus naar het leuke Wassenaar en naar Duinrel. Ja, we zijn al even onderweg. Maar dan heb je wel wat. Ja. Het is ongeveer een uurtje rijden ongeveer. Zo is het. Dus ja, we gaan lekker naar Duinrel en we laten jullie gewoon weer een stukje zien. Lekker wat. Dus dat is het extra lang fiets. Doe maar even tot licht hier. Zo handig. Je knipperlicht aan. Ja, zo dan. Die staat op mijn vlog, schat. Okay. Handig, hè? Zo uitlaat, die hangt ook wel heel erg naar beneden. Ja, huh? We zijn dus al in Wassenaar, ja. Alleen eventjes een paar meters lopen. Ik heb geen zin in om te betalen. Voor parkeren? Helemaal niet. Even wachten op fietsers. Gaan we naar toe, mijn plan. En dan gaan we nu oversteken. Dat is ook weer handig. Dus ja. Het is mooi weer. Ik heb een nieuwe outfit aan. Yeah! Van Max 15. Joepie! Ja, het zit zo lekker. Alleen ja, de broek dat is stretch, dus dat zakt nog een beetje af. Maar maakt niet uit, geeft niet. Dus ach ja, komt ook wel weer goed, toch? Mm-hmm. Zou ik al eten? Dat goed kan. En heb je nog een grappige grap voor de YouTube? Een grappige grap? Het is wel zo, natuurlijk. Ik heb eigenlijk een nieuwe mobiel nodig. Kijk, ik zit vaak te WhatsAppen en dikke vingers. Maak je tikfouten. Dus wat doe je dan? Gebruik je een beetje T-Pex. Maar nu zit mijn hele scherm vol met T-Pex. Dus ik heb eigenlijk een nieuwe telefoon nodig. Ja, maar ja. Die is alweer oud, want die zei je gisteren ook al. Nou, dat is een mooie grap toch dan? Ja, maar een nieuwe grap. Een nieuwe grap. Verzinnering. Moet ik even een thema hebben. Nou, een camper of zo. Een camper. Hoeveel grappen kan ik al voor een camper? Er was eens een camper en met geen dak. Een cabrio camper, nieuw type. Speciaal voor bruggen waar de brug iets te laag is. Kun je zo lekker makkelijk onderdoor. Ja, precies. Heel mooi park. Heel mooi parkje. Maar daar gaan we dus nou niet naartoe. Nee, we gaan auto's volgen en die dus daar nu rijden hier. Je zou hier maar lekker wonen. Wauw. Kijk, voetpad. Hierin. Ja. Nee, hierin. Nee, gewoon hierin.
Ja, ik volg jou hoor. Ja, hoor. Ja, hoor. Ik doe wel rustig aan hoor. Er zijn meerdere kassas, hè? Ja, en we zijn binnen. Hoi. Hoi. We zijn binnen. Ik ben binnen. Ja, een kaartje. Nou, hier, alsjeblieft, kaartje. Kijk eens hoe klein die is, mensen. Heel klein kaartje. Heel klein. Ja, dan moet je die even wegdoen. Nee, kijk. Deze. Hoe klein kaartje. En vouwen we hem eens uit. 1, 2. En toen wordt hij wat groter. Nog groter, hoor. Nog groter. En het park is niet groot, hoor. Nee, het lijkt alleen een beetje zo. Kijk eens. Niet zo heel groot. Is leuk, toch? Ja, is heel leuk. Dus ja, we gaan laten zien. Nou, informatie. Drukte Tikibad. Vandaag kan het druk worden in het Tikibad. Graag informeren wij hier u over. Wanneer is het druk? We verwachten dat het vandaag druk wordt in het Tikibad en dat de deuren tijdelijk kunnen sluiten. Tip, ga op tijd naar het Tikibad. Wees de drukte ervoor en ga in de ochtend of aan het begin van de middag naar het Tikibad. We wensen je veel plezier. Nou, dat gaat zeker lukken. Dankjewel, Duinrel. Nu naar het Tikibad. Ja, gaan we eerst sowieso lekker even een frisse duik nemen. En daar kunnen we jullie niet in meenemen, want GoPro-huisje zit nog steeds op mijn fiets. Dus dat wordt een beetje lastig. En Rode zit al lekker om zich heen te kijken en naar de borden. Kijk, hier heb je dus borden. En ook aan de andere kant heb je ook allemaal bordjes. Kijk hier achter mij. Dus we gaan dus nu eerst lekker naar het Tikibad. En dan later nemen wij jullie mee hier in het park. Maar hoe vind jij het nu hier eigenlijk? Nu al eigenlijk. Het is gezellig. Alle plantjes staan in de bloei buiten. Niet allemaal. Nee, maar net zoals deze. Die wel. Die staat wel weer mooi in de bloei. En die daar staat mooi in de bloei. Deze. Die de volgende. Dus. Maar hoe vind je het verder? Want je loopt wel heel erg ver vooruit. Lekker, even kijken. Spannend. Kijk, daar wordt een ding aan de fiets. Kikken. Ja, die vind ik leuk. Ja, nu al. Pak je stikkie wat. Welkom. Nou, dank u wel. We gaan er ook van genieten. Ja, zeker. En Ro, die gaat ook gewoon vloggen. Oh. Ja, tuurlijk. Ik hoef niet anders te gaan vloggen. Ja, alleen dan moet... Nee. Ik kom ook op de vlog. Ja, maar ik bedoel, jij mag ook vloggen en met je eigen telefoon. Ja, okay. Filmen. Dus. Ja, dat zie ik. Paard. Nee. Ja, precies. Zo, we zitten in het fietsgedeelte en ik zit precies boven het water. Ik ook bijna. Ik heb wat plantjes aan deze kant. En dat de kaartje uitkijken. Ja, omhoog trekken. Je moet je echt voortfietsen. Dat is wel grappig, alleen als je het even niet bent gewend om boven het water te fietsen, is dat even eng. Even rustig, rustig. Nou, hoe vind je dit, schat? Ik vind het leuk. Nee, maar kijk, ik kan in de kaars zien. Ja, dat weet ik zo meteen. Niet doen, Ro, alsjeblieft. Je begint te wankelen, ik niet. Nee, ik niet, jij. Dat is te wankelen, jouw kant. Dat is handig, toch? Ik niet leuk. Nee, ik ook niet. Kijk, en daar gaan we ook nog in. Dan kun je jezelf dus omhoog hijsen. Maar dat doet hij zelf voor, schat. Rustig, rustig fietsen. Nee, dat doe je niet. Niet doen, niet doen. Dat gaat veel te hard. Nee, hun gaan veel te hard achterover. Nee, dat is... Zo, die zijn kleiner nat. Ja,
Jij gaat ook zo meteen boven het water fietsen. Leuk. Niet als ze eraan komen. En jij doet helemaal niks. Ik fiets helemaal niet hard. Je zou niet hard fietsen, dan doe ik het niet. Ik ga even kijken hier. Lekker bootje. Zo, dat, en dat was de monorail. Kijk, ja. De monorail. Ja, daar zijn we dus nu net in geweest. Hoe leuk. Vond je hem? Ja, leuk. Je moet zelf fietsen, dat is het enige. En boven het water, hè? Ja, dat ben ik. Ja, ach ja, alleen mijn rugtas die flikkert er bijna vanaf. Maar dat maakt niet uit, het geeft helemaal niks. Dus nee, hoeft niet. Dus ach ja, we gaan nu weer even kijken en straks misschien toch later het dikke bad. Wie weet. Kun je dus hele mooie spulletjes kopen. Ook dat, ja. 1 euro. Zelfs kentekenplaten. Ja, en zelfs kentekenplaten. Dus als jij mijn op een kentekenplaat wil hebben. Hier terecht. Dan kan je dus ook hier terecht, ja. En anders gewoon op internet. Kun je ook dat bestellen. En dat is vele malen goedkoper als hier. Maar ja, het is ook een attractiepark. Dus nou moeten ze wel een beetje wat duurder zijn vanzelf. Want anders, ja, waar moeten ze anders op draaien? Helemaal op niks waarschijnlijk. Nee. Ballenbak, staat hier. Ballenbak. Ja, geen ballen. Nee, daarom zijn er ook allemaal ballen. Het is gewoon helemaal geen bal aan. Nee. Maar wel allemaal gekleurde ballen. Ook wel dat. Een klein balletje eraan. Uh-huh. Maar gaan we dus nu eerst richting het tikkiebad dan? Ja, tikkiebad. Wil je zwemmen? Ja. Mooi, dan gaan we nu richting het tikkiebad, mensen. Daar gaan we nou, we zijn dus nu in het tikkiebad. Het is hier heel gemoedig. Alleen het hokje is heel klein. Kijk, ik kan hem gewoon vasthouden. Ja, zo klein is het kleedhokje. Het is hier ook heel warm, maar ik ga me nu omkleden. En ja, ik heb geen andere camera's om jullie mee te nemen, dus helaas. Deze kunnen jullie dus niet meenemen, maar ik zou zeggen wel heel veel kijk passeren met de andere dingen die we nog gaan doen. Nou, het tikkiebad was leuk. Ja, niet alles was leuk. Hij vond het heel veel dingen geen moer aan. Nou, geen moer aan. Eng. Onwennen. Ja. Ja, ze hebben die glijbaan, die gaan zo. En dan gaan ze zo. En dan, ja. En dan weet je niet meer wat onder, boven, links of rechts is. En daar hou ik niet van. Nee, en die snelheid, hè? Hou jij niet van? Nee, dat je geen controle hebt, zeg maar. Nee, precies. Maar als je zegt van nou, ik hou van vrij vallen. Ja. Ga vooral je gang. Er is hier eentje, dan gaat het even zo, zeg maar. Dan weet je, dat, hup, en dan is er een stukje niks en dan kom je in het water. Ja. Het duurt maar 3 seconden. En waar ik in ben geweest, ja, dat is... Vreselijke ding. Zeg maar. Je wordt opgesloten in een hokje. Moet je een knopje duwen. Valt het luik onder je vandaan.
En huppatee, zakje. Daar ben ik in geweest. Kom, ja, is toch leuk? Nee, dat is niet leuk. Dat is eng. Wel nee, valt mee. Jij leuk. Vindt het leuk, ik vind het helemaal niks. Hoeft ook niet. Ja, als ik het maar leuk vind. Wat jullie samen deden, jij ging naar rechts en ik ging links. Ja. Ja, die groene die ging een beetje zo. En ja. Ik had die blauwe, die ging zo. En dat ging niet zo. Mm-hmm. Deze wou je doen zeker. Niet zo. Deze roetsiebaan. Roetsiebaan? Dit ding? Nou, dat is beter, ja. Dan kun je tenminste zien waar je naartoe gaat. Precies. Wij gaan hier vanaf. Dit is stijl omhoog. Naartoe. Zo. Dan is er één zetten om het rechtje. Nou, dus ik neem jullie zo meteen lekker mee. Gebruik ik nou mijn koudspieren? Ja, hè, toch, hè? Huh? Mijn koudspieren? Nee. Achteruit lopen, dat is beter. Lekker, lekker! Oké, in 3. Wacht. Ja, maar dat moet ook. Ja, 3, 2, 1. Joehoe! Zo. Nou, daar gaan wij dus zo meteen in. Nee, ik voel het niet. Ja, we zitten dus nu heerlijk in een metmeel. Ja, zeer zeker. En hij is al sinds 1929. Kijk, ook dat is weer leuk. Dus we gaan weer wachten en totdat we weer rondjes kunnen draaien. Ja. Ja. En we zitten lekker in het zonnetje. Ook dat nog. Wij willen jullie weer onwijs bedanken. Wij en hij willen jullie dus inderdaad onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter en duimpje omhoog. Dankjewel. Doei.